Van vandaag de sneeuwklokjesprijs. Paarden stellen ze op achter de vleugels van de startauto. De grote favoriete is paard nummer 6, Fiona Stardust. Bas Krebas, €1,60. Paarden zoeken aansluiting bij de startauto. 50 meter nog. De start is gevallen, paarden onderweg, bliksemstart in het midden van de baan van Fiona Stardust. Galopaarden voor Drogba Apache. En de overige deelnemers hebben daar last van. Ook Empoleon BR, die loopt er eigenlijk een beetje bovenop. En die valt daardoor wat terug naar de achterhoede. En inmiddels is een en ander weer voorbij en opgelost. En gaan we op weg naar de overzijde van de baan met op dit moment een one horse show. Fiona Stardust heeft het veld op sleeptouw, maar het veld moet passen. Een lengte of 10 ligt ze er wel voor, met op de tweede plaats dan het nummer 1 van Ebony Twigs. Daarachter volgt dan Dennis Minima, actief voor Kees Hetteling. Hij rijdt paard nummer 5, Darling R. En achter Darling R sluiten de overige paarden weer aan als ze zo dadelijk afkomen op de rechte lijn voor de tribune. Voorsprong van Fiona Stardust is er nog altijd, een lengte of 10, zo dadelijk bij het passeren van de finish nog 2 volledige rondes te gaan. Op de tweede plaats wordt het peloton aangevoerd door Ebony Twigs. Dat is best een ondankbare taak, maar mogelijkerwijs komt er hulp. Want Jan Thijs de Jong die heeft zijn Empoleon BR naar het front gestuurd en die gaat nu naar de tweede plaats. Er was een indrukwekkende tussensprint en Empoleon BR die moet nu ook nog zien dat gaat verdichten. Werd uitgeschakeld. Naar de koploper Fiona Stardust. De Bas Krebas haalt het tempo nu ietsje uit de koers. En dan is het zo dat het veld weer aansluit. Fiona Stardust, een lengte of 2,5 voorsprong. Op de tweede plaats is het dan Empoleon BR. En in derde stelling Ebony Twigs. De vierde plaats voor Darling R. Dan Don Gordo Yaya. Die ligt voorlaatste. En paard nummer 2, Drogba Apache, die is nog altijd in het veld. En ligt op dit moment op een gedeelde vijfde plaats. Paarden gaan af op einde overzijde met Fiona Stardust. Op dit moment nog altijd als een groot vorstin aan de leiding. Heeft een anderhalve lengte voorsprong. Maar Empoleon BR die heeft toch een goede indruk achtergelaten tot zover al. Ligt op de tweede plaats en heeft inmiddels Bas Krebas bereikt. Bas voelt zo dadelijk misschien wel de hete adem in de nek van het paard erachter. En dat is Empoleon BR. Paarden komen in de rechte lijn met straks nog een ronde te gaan. Dan is de laatste rechte lijn. En het is aan de kop van het veld Fiona Stardust. Fiona Stardust. Herhaling. Nummer 2, u bent uitgeschakeld. Inmiddels wordt de uitschakeling van paard nummer 2, Drogba Apache, herhaald. Maar we hebben nog altijd Fiona Stardust aan de kop op weg naar de overzijde. Maar de concurrentie zit er vlak achter. Empoleon BR op de tweede plaats. Daarachter dan in derde stelling Ebony Twigs. En achter Ebony Twigs komt dan in het tweede spoor naar voren Don Gordo Yaya. En zo gaan de deelnemers dan af op einde overzijde. Vooraan nog een keer de versnelling van Fiona Stardust. Maar die Empoleon BR, dat is toch een taaie noot om te kraken. En als het vandaag niet lukt, dan denk ik dat u hem de volgende keer kunt noteren. Galopanen nu voor Empoleon BR. Volgende keer dus. En het is aan kop van het veld Fiona Stardust. Uitgeschakeld paard nummer 3. 3 galop. Met een grote voorsprong, Ebony Twigs op de tweede plaats. Die zet de tanden op elkaar en lijkt ook die tweede plaats van zo lang zoals ze leven niet meer af te gaan geven. En daarachter is er dan Don Gordo. Ja, die het gaat wel proberen. Maar we gaan op weg naar de finish en het is heel gemakkelijk. Fiona Stardust van start tot finish. Tweede wordt dan de 1, Ebony Twigs. Derde de 7, Don Gordo. Ja. Vierde de 5, Darling R. Want start nummer 2, Drogba Apache. Met gelijk naar de start al uit. Eens even kijken, we hebben hier de voorlopige winnares, thans staan. De vraag is even of die ook officieel mag. Het antwoord is ja, dus kunnen we ons richten tot de winnaars Fiona Stardust en Bas Krebas. 3 jaar deze bruine merrie van Gift Kronos uit Urania Stardust, een fokproduct van de familie Scheffer in bezit van stal PD. Bas Krebas, de trainer en de rijder. Ja Bas, neem ons mee terug naar vorig jaar. Het leek iets heel bijzonders en toen is het toch na die overwinning even niet gelukt. Nee, hij was heel goed. Ik had ook heel veel verwachtingen van me. Toen zijn we ermee naar Zweden geweest. En achteraf had dat niet gemoed hoor. Net die slecht gegeten en weinig gedronken. En daarna was hij echt nooit meer de oude. Hebben we nog wel geprobeerd, maar het viel nooit mee. Terwijl hij thuis wel goed trainde. Dus ik denk, dan begin ik op Alkmaar rustig. En ja, mijn geluk is dat hij natuurlijk die van Langeweg eruit is. Maar dit is natuurlijk een super rit om te beginnen. Als je naar Wolvegem moet voor rustig, dan keer je 15. En dit is even lekker ervoor. En dat deed ze op een manier waarvan jij zegt, dit had ik gehoopt? Ja, zeker. Ik zat handenvol. Ik had alles over. Ik sprak met haar en hop, even snel gelijk weer. Nee, veel vertrouwen in. Hartstikke mooi, Bas. Gefeliciteerd. Klassiek materiaal meldt zich hier op de baan van Alkmaar. Een baan die regelmatig gebruikt wordt om de goede paarden niet gelijk voor de leeuwen te gooien. En dus doen ze het hier. Fiona Stardust en Bas Krebas winnen koers 2 om de sneeuwklokjesprijs met overmacht. Uw applaus voor de winnaars.